Mijn hele leven hoef ik al niemand te zijn. Interesseert geld, interesseert me geen reet. Mag iedereen mag zichzelf doper vinden als mij. Mag met hun grote ego mijn kleine ego zien. Hun, al die mensen allemaal maar bezig met al die kleding en dope willen zijn. Mensen weten van mij, het interesseert me niks. Mijn kleding is schoon en voor de rest, whatever. Mensen die maar bezig zijn met het geld moeten hebben. Mensen weten dat ik niet zo ben. Mensen die allemaal maar een auto of... Zo gierig zijn mensen, zo hoog in hun ego. En dat ze het ook niet erg vinden om met mij dan om te gaan, want ze mogen meer zijn. En, maar nu vinden ze het toch wel lastig hoor. Dat ik in die arena ben geweest, dat ik die bromtoon. En daar kunnen mensen elke keer niet naar luisteren. Nemen ze niet serieus, kunnen ze niet geloven. Of ze zien het maar gewoon als een of andere dromen of zo die ik heb. Ja, dan begin ik met voor de camera te praten. Hè. Begin ik mensen die bang en boos zijn te vertellen. Hey, kom op, hou je de frequentie omhoog, want dat wat er aankomt. Mind, body, soul, je hebt die dingen gewoon nodig. Als ik zie met het licht wat gaat komen. Zodra dat licht komt, gaan mensen me echt serieus nemen. Maar ja, dan ben ik de hele tijd een niemand. En nu gebeurt er van alles. Heb ik gewoon in deze de laatste 2 maanden kunnen zien dat alles waar ik over aan het praten was, met al die acteurs, wat dingen wat om mij heen gebeurt, ja, dat kunnen mensen niet echt naar luisteren, nemen ze niet serieus. Tot ik kan laten zien hoe serieus het is. Dat ik echt de ene na de andere wel een boodschap voor me laat inspreken, waar mijn naam in komt en dat toch wel duidelijk is wat Ian zegt. Die dingen gebeuren in Ian's ogen in ieder geval echt. En dan in één keer beginnen mensen toch wel, oeh. Als Ian wel gelijk hebt, kan ik wel denken dat ik doper ben, dat mijn ego groter is. Maar in deze tijd is het dus doper om een ziel te hebben in plaats van om een ego te hebben. Mensen die willen niet spiritueel zijn. En sommige mensen had ik al verteld, die weet hoe wat met mij speelt. Mij ga je niet met toeters en met bellen zien. Maar ik ga wel echt zo praten nu. Ik ben klaar met één voetje erin en andere voet daarin. Mijn voeten staan gewoon alle twee overal in. Ik ben gewoon. Ja, maar nu vinden mensen dat natuurlijk wel erg lastig. Want hun willen zijn. En nu ben ik in één keer iets aan het worden of zo. Ik ben. Ja, dan denken ze dat Ian aan het shine is of zo. Snappen ze niet dat Ian, dat is al lang al. Ja, mensen die me wel kennen, die niet gierig of beter en die echt naar me kunnen luisteren. Die zien gewoon dingen. Ik kan met sommige mensen zulke diepe gesprekken hebben. En andere mensen die willen gewoon niet praten. Die zijn alleen maar met hunzelf bezig of hangen de hele dag in hun telefoon. Ik ben iemand, ik praat wel en hun van ja, ik hoor je wel, ik luister wel. En ondertussen ben ik dat dus allemaal in hun onderbewustzijn aan het plaatsen. En dan komen uiteindelijk gedachten, gevoelens, denken ze dat hun dat zijn. Sommige mensen die zijn dingen aan het vertellen dat ik denk, ben je nu jezelf aan het omschrijven of omschrijf je mij? Snap je niks van energieën die tot jou komen en ga je nu denken dat die energieën jij bent? Zometeen alles wat ik heb verteld. Weet je, het is als je niet hebt geluisterd en me dan om een samenvatting vragen en die samenvatting niet serieus kan nemen. En nu we een jaar verder zijn, met belachelijke vragen komen, eigenlijk het niks van snappen omdat je gewoon niet kon luisteren, niet kon resoneren. Niet gewoon gesprekken kon voeren met me. En ik weet precies wie wel, wie niet. En niemand. Daarom ben ik die camera gaan kopen en ben ik het op camera gaan doen. Ik ben iemand, ik hoef niet naar psycholoog of zo. Wat ik niet met mijn ouders kan bespreken, bespreek ik met vrienden. Wat ik niet met vrienden kan bespreken, bespreek ik met mijn ouders. Als dat met hun alle twee niet kan, dan heb ik kennissen, buren. Als dat niet kan, dan kan je met een onbekende, doe ik het daar wel mee. Dat ik gewoon alles wat door mij heen gaat,
heb ik met alles en iedereen wel gewoon besproken. In mij zit niet iets wat ik er zo nodig uit moet of zo. Ik zit niet op een kast. Ik hoef niet uit een kast te komen. Wel mensen die maar niet over hun gevoelens kunnen praten, niet met hun gedachten. Ja, heel erg in hun ego hangen en denken, Ian en zijn drama. Ian, alles. Je krijgt gewoon de gedachten die tot mij komen, dat wat ik voel, dat wat ik zie, ruik, proef, hoor of aanraak, daar praat ik over. Ik ben alleen maar met de externe dingen bezig. Helemaal niet met, of interne dingen, ik ben helemaal niet met de externe. Mensen weten, ik heb geen verstand van auto's, ik weet de BMW en Ferrari, dat soort dingen. Sommige vrienden van mij die weten vanaf kilometer afstand zien ze wat voor auto eraan komt. Ik ben met helemaal niks van dat bezig. Ik hou van mooie blonde meiden. Maar ik ben niet bezig met de player uithangen, chickies regelen. Ik ben in mijn eentje, heb ik het al zwaar genoeg. Moeten die aan denken. Ja, mensen die hebben een bepaald droombeeld, hè, met het huisje, boompje, beestje. Dikke auto voor de deur, het liefst twee en in elke kamer een tv. Ik ben niet met die dingen bezig geweest, nooit. Het interesseert me niet. Dat werken is voor mij, het loont niet. 40 uur werken voor 2.000 of 3.000 euro of ga leren natuurlijk, je verdient meer. Het is de moeite niet, ben je daarvoor aan het leven? Ja, dan heb ik geluk. Ik heb pijn. Ik heb chronische en gegeneraliseerde pijn. Waardoor ik 100% afgekeurd ben en in de wajong zit. Dus ik hoef niet te solliciteren. Ik hoef al die dingen niet te doen. De mensen hebben geen last van mij omdat ik in de wajong zit. Ja, totdat het even slecht met hun gaat. Dus, overbelast in de bijstand en minder hebben als een wajongetje. Ja, dan is het weer heel erg dat jij kan gewoon werken. Dan zijn ze weer bezig met wat ik wil en met wat ik niet ken. Tenzij het beter met ze gaat, dan vinden ze het niet erg. Alles wat er nu speelt, mensen hangen nog steeds in hun ego, zijn nog steeds niet aangeraakt, zijn niet bezig met ascensie. Alles waar ik nu al 2 of voor sommigen 4, andere 5 jaar over praat, dat is allemaal aan het gebeuren nu. Alles wat ik in 2018 heb gezegd, dat is aan het gebeuren nu rond COVID en alle regels. Alles wat ik vanaf 2019 heb gezegd over het uit de arena halen, gingen mensen om lachen. Ah, dat komt door die amnesia G13. Alles is nu aan het gebeuren wat ik daar al zei. En nu beginnen mensen te zien dat inderdaad, hey, als dit wel ascensie is en je moet wel bij je ziel komen. En ja, waarom is Ian dan in die arena gekomen? Alles wat ik nu net zeg is de reden waarom ik wel en jij niet. Jij bent alleen maar gierig en hang in je ego. Ik ben gewoon een kind van God en de fouten die ik gemaakt heb, zijn geen fouten waar andere mensen last van hebben gemaakt. Heb ik alleen maar mezelf elke keer tekort mee gedaan. Echt, zodra mensen, nu beginnen mensen een beetje dingen te snappen en lijkt wel of ze jaloers zijn of zo. Plus echt, ik mag mijn verhaal nergens kwijt doen. Het werkt natuurlijk heel erg tegen in de demo-wereld. Terwijl volgens mij als mensen deze kennis hebben, dan kan er een echte demo ontstaan. Waarbij mensen echt voor hun rechten opkomen. Dan stoppen mensen gewoon met mondkapjes in de supermarkt. Dan stopt iedereen met mondkapjes in de supermarkt. En dan duurt het niet lang en dan gaan gewoon alle winkels weer open. Waarom daar wel hier niet? Dan gaan mensen echt nadenken met wat er nu afspeelt. Ja, mensen willen elke keer eerst dingen niet horen. Gaan daarna doen alsof ze... Gaan daarna lachen. Daarna gaan ze doen alsof ze het zelf ook zo... En daarna komt toch die jaloerse shit, want uiteindelijk hebben ze nog steeds niks meegemaakt. En praat Ian vol overtuiging over wat er allemaal afspeelt en wat er nog moet gaan gebeuren. Maar ik moet na een tijdje ook
Het is liefde en mededogen. En iedereen mag elke keer beter als mij zijn. En iedereen... Ja, als je stoel gaat doen, krijg je skotjes van me. Dat weet iedereen. Maar iedereen mag zichzelf beter voelen als mij. Meer voelen als mij. Ik kan iedereen in hun waarde laten. Ik bemoei met niemand zijn dingen als ze het niet willen weten. Met hun relatieproblemen, weet ik het allemaal. Mensen praten gewoon nergens over. En nu zien ze toch wel wat eraan komt. Sommige mensen zijn gewoon te laat. Ik weet gewoon hoe en wat er door hun heen gaat. Hun snappen niet dat ik echt aan het waarnemen ben. Dus door je bril kan heen kijken, door je masker heen kijken. Gewoon zie. Je kan dingen vragen, maar je vraagt iets. Je denkt veel meer, je voelt veel meer. Die vibraties die komen ook gewoon tot mij. Mensen die ik gewoon mag, omdat ze uniek zijn. Vind ik ook lastig hoor, dat die vervelende vragen moeten stellen. Maar ik heb gewoon een klein handje. Dat kleine handje, dat zit natuurlijk wel in mijn hart. Dat die af en toe lastig moeten doen. Omdat ze nou ook eenmaal ook door deze shit gaan. Van hun pik ik dit. Maar dat is echt maar een klein handje. Mijn vrienden, mijn homies, die. Die mensen weten, dat zijn er maar een paar. Maar de rest van jullie... Jullie gevoelens interesseert me nu even geen reet meer. Zolang je maar in je ego hangt, niet op die hogere frequentie kan komen. Maar mee blijft doen aan al die poppenkast. De dingen niet wil zien. Dan voel je er maar wat van. Misschien als je er dan wat van voelt, voel je dan maar beter als weg. Lach dan maar en denk dan maar. Uiteindelijk gaat steeds meer duidelijk worden, echt. Alles gaat duidelijk worden voor iedereen. Ik zal echt beginnen met te voelen wat je denkt. Te denken wat je voelt. Zodat je echt kan gaan waarnemen. Dat ga je gewoon alleen doen op een hogere frequentie. Zonder haat en al die troelen. Al die onzin waar mensen maar mee bezig moeten zijn. Ik dus elke keer niet willen luisteren naar me. Daarna lachen om dingen. Daarna dingen gaan zeggen die ik zeg. Nu ben ik verder en dan weer niet kunnen luisteren en eigenwijs blijven doen.